Hoi, mijn naam is Marinus Auberts. Ik werk als dijkenbouwer bij een ingenieursbureau. Jullie studeren nu nog en ik wil jullie eigenlijk iets laten vertellen en laten zien van wat is het nou om later als ingenieur aan de slag te gaan. Waar loop je nou allemaal tegenaan? Wat, wat zijn je werkzaamheden nou eigenlijk? Ik merk ook altijd dat studenten met de colleges die ik geef daar heel erg geïnteresseerd in zijn. Nou dat inkijkje, dat wil ik jullie eens geven. En ook een beetje perspectief bieden als je nu allemaal kromme deze aan het uitrekenen bent. Wat ga je hier later nou mee doen? Het is een prachtig vak, dus ik wil je dat graag laten zien. Hoi, goedemorgen, zijn we weer. Samen met onze influencer, hè. ik heb bijna al een miljoen volgers. Uh, uh, er zijn een miljoen dijkenbouwers bijna in Nederland die overal wat van vinden. Ik zag vanochtend uh, een herhaling van deze uitzending. En ik moest toch denken, uh, we gaan het er verder niet over hebben, maar ik wilde er toch eens iets over zeggen. Kijk, de reden dat ik deze vlogs doe, is dat het corona natuurlijk heel veel impact gaat hebben. En ik denk ook op jullie. En met name... Uh, dat het moeilijk lijkt voor mij, lijkt het, dat het voor jullie moeilijk lijkt om, om die studie te maken. Terwijl je minder contact hebt, minder contact met de professoren of de, of de, de leraren en minder met collega's, uh, uh, studenten, die jullie een beetje optrekken. En dat heb je gewoon nodig. En ik zou het zonde vinden als je je studie loslaat, hè, dat je uh, uh, het boel uh, laat gaan omdat het even tegen zit. En daarvoor wil ik jullie op je hart drukken. Probeer het af te maken. En probeer door te zetten. En accepteer dat het even tegen zit. Dat het moeilijk is. En dat je misschien wat vertraging op gaat houden. Dat is allemaal niet erg. Ik heb dat volgens mij twee vlogs geleden al gezegd. Van als jij gewoon kan zeggen. Ik heb vertraging. Want ik had een moeilijke tijd. Door corona. Dan wordt dat echt geaccepteerd. Dan heb je geen zorgen over te maken. Waarom ik dat nou zo uitgebreid zeg. Is dat. Uh, uh, ik, ik had een student, die sprak ik een beetje over die filmpjes. En die zei dan van, ja, we willen toch wel graag weten, doe ik het nou goed? hè doe, doe ik, Is dit nou wat jullie laten van me verwachten? En uh, ja, wat moet ik nou doen om een goede ingenieur te zijn of om een goed? Wat moeten we later van me verwachten en doe ik het goed? Nou, dat is even mijn bruggetje naar dit gesprek. Nou, je kan van alles van die mevrouw vinden, daar ga ik allemaal niks over zeggen. Ik kan in ieder geval wel vaststellen dat ze het niet heel duidelijk kan verwoorden met argument. Het is wat, wat eenvoudig gesteld. Maar ik wil het eigenlijk hebben over iemand anders. En dat is deze man. Die vond ik het echt heel goed doen. Want heel veel mensen hebben kritiek op die mevrouw, hoe ze het zegt. En dan gaat de discussie op een gegeven moment over de vorm. En ze zegt het ook onhandig, dat had ze natuurlijk nooit zo moeten zeggen: van uh, ik, ik doe niet meer mee of zo. Dat is allemaal onhandig. Maar er zit iets achter. En dat probeert die man, die probeert dat eruit te halen: van wat zit er nou achter? Waar zit de frustratie? Er zit frustratie, wat zit er nou achter? En laten we dat gesprek voeren. En dat deed ik, vond ik heel erg goed. Terugkomend op dat punt waarvan ik zei, hè, dat de student aan me vroeg: van doe ik het nou goed? En. Daar gaat het niet om. Want het is een beetje een cliché, maar elke dijkversterking, die is de dijkversterking van Tesla had ik verder niks mee te maken, maar ik moest even foto's zoeken. Het zijn teams, dus je moet kunnen samenwerken. En daarin past elk karakter. Je hebt allerlei soorten mensen nodig. Ja, het klinkt een beetje rond kerst, maar het is echt zo. Als er als ik hier nu 80 keer mezelf zou neerzetten, dan komt het niet goed met die dijkversterking, kan ik je vertellen. Want er zijn verschillende competenties. En een trend die je de laatste tijd heel veel ziet, is dat er echt teams worden samengesteld aan de hand van hun competenties. Dit is mijn competentie, of dit is, ja, dat zijn allemaal testen en dan wordt er gezegd, nou, wie ben jij? Nou, ik ben dan geel, nou, alright. Uh, en dan wordt meegezegd, gezegd, oké. Okay, dus blijkbaar realiseer je jezelf dat jij zo bent, dat jij op die manier reageert in bepaalde situaties, dat dit waarschijnlijk makkelijk afgaat en andere dingen niet makkelijk afgaat. Dus ik weet dat mijn opposite is dus blauw. Dat zijn mensen die zeg maar accountants of uh, ja, boekhouders zeg maar eventjes. De mensen die dat allemaal heel nauwkeurig moeten doen. Dan kan je van zeggen ja dat is een sukkel als een accountant en die een boekhouder en die doet alleen maar uh, dingetjes. Uh, wat ja, heb je daar nou aan? Maar die heb je dus juist nodig voor dat soort taken. Dus je kan niet zeggen: ja, wat hij doet, dat is niet zoveel waard als wat ik doe. Want ik zou dat niet kunnen. Of bij mij ontstaat er een blokkade of whatever. En dan doe ik het niet en dan gebeurt het dus niet. Maar je hebt dat soort mensen wel nodig. En. Ja, je zal het geloven of niet. Maar de laatste dijkversterking, hebben we hier heel veel op ingezet. Het is sowieso een trend hoor, in heel veel dijkversterkingsprojecten. Dat er heel goed gekeken naar het team. Wat de samenstelling van dat team is, en is dat evenwichtig? Heb je over die cirkel al de puntjes zo'n beetje als een wolk evenwichtig verdeeld, zodat we elkaar kunnen aanvullen. En dat je binnen je team weet. Hem moet ik een beetje hier optrekken, daar moet ik bij hem een beetje op drukken en hier moet ik uh, bij hem uh, of haar uh, afstand nemen en daar kan ik haar juist goed gebruiken. Want daar gaat het natuurlijk om bij een team. Uh, en ja, ik kan je vertellen, dat gaat uh, best nog wel ver. Ik heb echt hele middagen allemaal opdrachten met mijn team gedaan om elkaar beter te leren kennen. Je weet dan van elkaar wie. Hoe je in die cirkel zit, of je blauw-rood. Uh, dus je weet een beetje van. nou, zo zit hij ongeveer in elkaar. En vervolgens ga je allemaal opdrachtjes doen. Ik moest hier een papieren brug maken. terwijl we elkaar niet zagen en alleen konden bellen. En dat moesten we allemaal, zonder dat we wisten. Dan moesten we alleen telefoon, dus zorgen dat je wist wat je moest gaan maken. daarna moest je het samenvoegen. En dan moest je er een brug van maken. Ja, dit doen we, dus wordt word er toch voor betaald. Ook. Ik krijg gewoon uurtjes voor de dus hele dag. zitten dan op zo'n boerderij, dit soort dingen te doen. Maar goed. Daar leer je van als team. Zwakke punten, slechte punten. En hoe je dat moet gebruiken. Nou, ik had zelfs nog uh, deze. Op een paal klimmen. Was <laughs> ik was als eerste omhoog. Nou, dat zegt dan blijkbaar ook iets als team. Dat ik zeg, nou, ik ga wel als eerste. Heel hoge paal. Nou, ik ben niet zo lenig voor mezelf, zoals je misschien zou denken. Maar uh, uh, nou, ik stond er uiteindelijk dan op die paal. En dan moesten alle andere teamleden erop. Nou, dat is, dat is spannend. Wat je daarmee doet, is iemand... Iedereen echt uit zijn comfortzone drukken uh, en kijken hoe je dan reageert. Nou, er waren dus ook twee mensen die, die daar dus niet uh, op durfden. Nou ja, dat is dus niet goed of fout. Een beetje een lang verhaal eigenlijk wat ik nu allemaal aan het vertellen ben. Nou, om alleen maar te zeggen, dit is weer een andere test, die heb ik even gebleurd, want dat hoef je niet om niet te weten. Maar het is een beetje een lang verhaal om te zeggen. Uh, ieder persoon is nodig. Binnen een team. Dus het is niet goed of fout. Het enige wat ik zou zeggen. zorg dat je door die TU loopt. En zelfs als je dat vertraagd doet. is ook niet erg. Maar zorg dat je een verklaring hebt. En eigenlijk. dat zei ik eigenlijk. Vroeg, twee vlogs. volgens mij geleden ook al. wees gewoon zelfbewust in je werkzaamheden. Wees zelfbewust. dus in je werk. zelfbewust van jezelf. dat we ook zeggen. En dan is er eigenlijk helemaal niet zoveel aan de hand. Want dan kan je best wel zeggen. dit zijn mijn sterke punten. en mijn zwakke punten. En dan is het als het goed is ook zo, dat je ook naar zo iemand kan luisteren en kan denken, oké, okay, uh, nou ja, goed, uh, het is niet een uh, WO-gescholde mevrouw die er hier een, een duidelijke uiteenzetting van argumenten zet, maar ik luister ernaar en ik probeer te kijken waar ik haar ook kan gebruiken. En ik vind eigenlijk nog steeds, dat heb ik net ook al gezegd, dat zij best wel een punt heeft ten aanzien van de schade. Los van de medische dingen. En dan gaan we ja, alsjeblieft reageren. Niet op die manier. Maar ik wil even alleen het positieve van haar input te geven. Van. Dit is heel erg moeilijk voor jonge mensen. Volgens mij zien we het nu ook in Delft met die. met die. met die besmettingen. Het is gewoon moeilijk. Ik, ja, als dan. de minister-president zei volgens mij. Uh, ja, in het stadion moet je je bek houden. als je juicht van goal of zo. Dan denk ik echt van ja. Dat kunnen alleen maar. hoogleraren in het OMT. Die zondagmiddag matinee naar een ballet gaan kijken. Die, die zeggen dan van ja, maar we kunnen dat best doen. En dan ga ik naar een ballet kijken. En het doe ik dan alleen klappen. Ga ik niet juichen. Weet je wel. Die, 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 die hadden zo iemand in het OMT moeten hebben. Die zegt ja, uh, pleur op. Dat gaat helemaal niet. Weet je wel. Dat, dat, dat is niet haalbaar. Dus ook, ook in de breedte van de discussie is het goed dat zo iemand dat inbrengt. Nou, dit was alleen maar een beetje de... de, 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 de. Manier om te zeggen: alles is goed. Uh, 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 maar alsjeblieft, zorg even dat je die TU afmaakt. Want dat papiertje gaat je heel ja. erg helpen. En ik heb alle begrip voor als het tegen zit en wat langer duurt. Nou, kop op. Ik doe een beetje afwisselend inhoudelijk, minder inhoudelijk. Dus dit was meer een beetje de softe kant. Uh, maar je ziet ook in mijn werk dat het heel belangrijk is geworden. Oh yeah.